Wat ik heb begrepen is dat hij gewoon daar ergens bij die bunkerschepen daar vertrekt. Op het, aan de overkant. En dan de laatste berichten zijn van dat hij dan hier aan de noordelijke kant van het plein aanmeert. Op dit moment is de Amsterdamse brug vanuit de binnenstad nog de enige fietsverbinding van en naar het Zeeburgereiland. Maar vanaf volgend jaar zomer komt daar een tijdelijke pont bij. De gemeente onderzocht 8 locaties waar de pont zou kunnen aanmeren. En uiteindelijk is gekozen voor deze optie. Van de kop van Sporenburg naar de sluisbuurt. Tot ergernis van sommige bewoners. Nou, ik ben er niet heel blij mee. Vanwege dat het hier een best rustige buurt is. En daar natuurlijk een verkeersader vanaf Eiburg en vanaf het Steigereiland hier naartoe komt. En dat wordt natuurlijk hartstikke druk. Er is hier verder alleen maar bestemmingsverkeer. En dat verandert in één keer naar een soort doorgaande weg. En dat is wel een enorm groot verschil. Ik denk dat de veiligheid echt in het geding is. We hebben kinderen, dus die spelen op straat. En dat vonden we best spannend. En een stukje tussen de recreatie, dus die bakens en hier. Dat is het gebied waar heel veel gesupt, gekanoot, zeilschool is hier, wordt. En als je hier die lijn gaat doorkruisen door een pont, dan help je dat om zeep. Ook zijn de bewoners teleurgesteld dat ze weinig inspraak hebben gehad en pleiten voor alternatieven zoals een renovatie van de Amsterdamse brug. Maar niet iedereen is tegen de pont. Ik zou het best wel chill vinden, want dan kan je gewoon overal heen. Want nu moet je vaak omfietsen. Er komen hier in deze wijk, waar nu nog niemand woont, komen er gewoon 10.000, 12.000 mensen. Er komt hier ook een hogeschool met studenten. Dus die moeten allemaal naar die school toe. Dus je zal wel iets moeten doen. Die kunnen niet allemaal over de Amsterdamse brug gaan knallen. Het spijt me voor de mensen aan de overkant, maar ik vind het een hele fijne oplossing. Deze tijdelijke pont zal 7 jaar gaan varen. En in de tussentijd wordt een beslissing gemaakt over een definitieve verbinding.